Dit is Sascha. Zij gaat ons alles vertellen over de Schipholtoren. Hoi, ik ben Sascha en ik kan jullie inderdaad alles vertellen over onze Schipholtoren. Dus, vertel eens, wat doen jullie eigenlijk allemaal in die toren? Hier werken onze air traffic controllers. Wacht even, air traffic controllers? In normaal Nederlands dus gewoon luchtverkeersleiders. Dat klopt. Onze luchtverkeersleiders zorgen 24 uur per dag, 7 dagen per week voor de begeleiding van het vliegverkeer rondom Schiphol. Ja, alles leuk en aardig, maar waarom heb je dan zo'n hoge toren nodig? De luchtverkeersleiders zitten zo hoog omdat ze natuurlijk goed zicht moeten hebben op alle start- en landingsbanen. Dus ze doen alles op zicht? De verkeersleiders op de toren doen alles op zicht. Oké. En hoe ver kunnen ze dan kijken? Bij mooi weer kunnen ze kijken tot Den Haag, de duinen in Zandvoort en de Euromast in Rotterdam. En wat dan bij slecht weer? Dan kijken ze op de radar, maar dan kunnen ze wel minder vliegtuigen laten landen en starten. En hoe hoog is die toren nou? Die toren is 101 meter hoog, maar onze luchtverkeersleiders zitten op 90 meter hoogte. Wow, dat is bijna dezelfde lengte als 3 Boeing 737's op elkaar. Zo kun je het ook zeggen. Oké, helder. Dankjewel.